2. Het bloed aan mijn handen, dat is niet van mij en ik heb geen idee hoe het er komt en van wie het kan zijn, dus ik heb een probleem. Vermoeden dat het komt door de medicijnen die ik er nu neem. De bijwerking is dat ik dingen vergeet en ik mis een paar frames. Nee, ik zie resten van tape. Waar is mijn kleed? Mijn messenblok leeg? Nee. En waarom ruikt het hier zo heftig naar bleek? Een nagel ontbreekt. Een kras op mijn wang, glas op de gang en haar in mijn play. Mijn huis is een bende, de deur uit zijn frame. Of word ik geframed? Ik vond het al vreemd. Zo'n golf die volgt me steeds. Met daarin een jongen bezweet, reed rondom me heen. Ik keek in zijn ogen en ging op de brakes. Stapte uit de auto, ken me van tv. Wilde een foto, maar toen zei ik nee. Zou dat de reden zijn dat hij dit steeds? Of zou het zijn dat ik wat vreselijks deed? What the fuck is gebeurd? What the fuck heb ik gedaan? Ja, had je nooit met mij alleen moeten laten. Zomaar zijn dit een uur iemand dood is. Loop eens na wat je hebt gedaan deze avond. Check je telefoon, camera voor foto's. Oh shit, mijn phone is zoek. Ik durf niet naar boven toe. Mijn autosleutels rood van bloed. Ga geen achterbak open doen. En beginnen wat dingen te dagen. Ik kwam in de middag binnen, begin van de avond. Kwam mijn dame naast me zitten, ze gaf me wat water. Ik wilde haar wat drinken, maar ik vond het bitter smaken. Onder een zandelaagje, alsof er iets in gedaan was. Slaapmiddel of pillen verslapte mijn aandacht. Ik begon te trillen en daarna werd alles waanzig. Herinner me niks meer tot ik wakker werd in deze kamer. Krijg gaten in mijn faal niet dicht. Ik sta hier in een plaats dat ik niet wetend wie het slachtoffer en wie de fucking dader is. Kan raden maar weet niks. Was het fataal, was het mijn chick? Ik zie dat daar mijn nagel ligt naast een plukje haar van shit. Ja, je nooit met mij alleen moeten laten. Maak ik net een beetje carrière en gebeurt er dit? Ik moet snel alles verbergen, anders komt het aan het licht. Hoor sirenes in de verte, er wordt vast iemand vermist. Die straks in mijn auto ligt, als dat zo is. Ik denk dat ik gek word, zie mijn telefoon op het dashboard. Een bebloed mes op de passagiersstoel en het is die van de messenblok. Op mijn phone een WhatsApp gesprek met een escort. Misschien had mijn chick het door, dus heb ik haar vermoord. Ik moet de waarheid nu maar onder ogen komen. Ik stap uit en doe mijn achterbak open. Maar wat daar ligt tot mijn schrik, dat ben ik. Kijk in de spiegel, zie mijn check. Je had je nooit met